De maritieme politie is twee vaartuigen rijker. Deze vaartuigen zijn door het ministerie van Volksgezondheid geschonken aan justitie en politie. Minister Kenneth Amoksi zegt dat de vaartuigen ingezet zullen worden om de patrouilles op te voeren, om de orde op het water te handhaven en om te voorkomen dat illegalen via schoeners het Surinaams grondgebied betreden. Minister Amoksi geeft aan om welke vaartuigen het precies gaat. We hebben de maritieme politie. Ze hebben wat uitdagingen daar met boten en dergelijke. Ze krijgen twee boten. Die ambulanceboten van Volksgezondheid die niet worden ingezet. Waarschijnlijk morgen of overmorgen worden ze overgedragen aan mij. En dan gaan ze naar de maritieme politie. En ik hoop dat de patrouille op de rivier, op de Suriname rivier, Komolowijnen rivier, dan echt effectief kan worden aangepakt. Eerder beschikte de maritieme politie slechts over aluminiumboten, waardoor het moeilijk patrouilleren was in de regen. Minister Ramadien zegt dat de vorige regering in totaal 3 vaartuigen had aangeschaft met middelen van het COVID-noodfonds. Volksgezondheid heeft 2 van de boten overgedragen aan het ministerie van Justitie en Politie. De voorwaarde is wel dat waar nodig de vaartuigen ook ingezet zullen worden voor het ministerie van Volksgezondheid.